Yo, wij zijn net aangekomen in Bali. Bali. Voor mij de eerste keer, voor Matthias is het al 3 keer geweest. Ubud. Ja, maar we zijn op het eiland Bali, hè. Oké, maar we zijn dus in Ubud. We hebben net een lange autorit erop zitten en mijn haar ziet er niet uit. En Matthias is ziek geworden. Of course. Toch dat ze wel medicijnen gekregen. Maar dat een beetje verzorgen, hè. Toch? Hoe dan? Nog meer medicijnen geven. Oké, dank je. Onze room is echt mega graaf. Want we hebben echt een super graaf uitzicht. Check this. I know, right? Goedemorgen. Hoe voelt het wat? Zij is nog zieker geworden. En straks gaan we fietsen tussen de rijstvelden in Bali. Eindelijk, de eerste keer. Maar je hebt het al gezien, hè? Ja. Maar je wel meegaan, toch, hè? Ik weet het niet meer. Dus Matthias is toch maar gewoon in de kamer gebleven, want hij vond zich nog heel slecht. En hij wou niet een uur in de zon gaan fietsen, wat ik echt wel begrijp. Dus ik ben alleen aangekomen bij de fiets. En that's mine. Maar die helm is echt sterk. Ik weet niet uit. Let's go! We hebben letterlijk 100 meter gefietst en we zijn al aangekomen bij de eerste stop. Hoe makkelijk is dat hier? En deze en de rijstvelden. Kijk eraan. Ik ga even naar een tweede rijstveld gaan waar ik dan kan dronen. Want daar had ik hier nu geen tijd voor. En het is fucking warm, dus ik heb een installatie gedaan. Want ik ga sterven. In het hotel nu. Martin is nog altijd ziek, die ligt nu altijd op de kamer en wij gaan straks lunchen. En dan gaan we naar de local market doen. En het was tussen 10 en 12, ik dacht dat ik te laat was. Want om 12 uur hadden we afgesproken, maar uiteindelijk is hier nog altijd niet iedereen. Dus sta ik hier nog altijd gewoon te wachten. Hey, smakelijk, hè, jongen. Smakelijk. Doei, guys. Ik begin elke vlog met mijn voorhoofd er echt juist en het gewoon zo warm is. Maar we zijn nu op de markt aangekomen in Ubud, hè, waar we zitten in Bali. En ze verkopen hier alles. Ik kreeg alles naar mijn kop gesmeten. Ik heb de rest een armband en die kostte eerst 150 en dan aan een tijd kostte ineens maar 50. Dus het is serieus afgingen hier. Ja, dit is een small one. Kellan, hoeveel is het geworden? 120! 120 voor 3! Ah, nou doe die weer! Goedemorgen! Zowel, wat gaan we doen vandaag? Yoga. Yoga, we starten de dag met yoga. Is alles goed lenig gemaakt? Zo'n beetje sterk. Ik wil liever gaan zwemmen eigenlijk, maar ja. Wat? Welk? Ik wil liever gaan zwemmen eigenlijk, maar ja. Maar ik wou dat niet. Ik wou yoga doen. Hoe was de yoga nog? Goed, ik ben helemaal terug gekomen. Ik ben afgetrapt na 15 minuten hoor. Doe ze even normaal. Zo lenig ben ik nog niet hoor. Ik ben echt flauw van u. Ik heb mooie shots genomen aan het zwembad en zo. Echt flauw. Zijn we weg? Laatste keer op de rijstvelden. Ja. Dag rijstvelden. Nu gaan we naar Seminyaki. Yes. Toch? Seminyak. We zijn aangekomen in Seminyak. Eigenlijk gisteren al. We hebben niet veel gevlogd. Gisteren zijn we ook uit geweest.
En vanavond is het de farewell dinner. Het is al de laatste dag van onze trip, zeg. Ja, nu moeten we straks afscheid nemen van de groep. Allee, morgen vroeg hebben we nog één activiteit gepland. Wine tasting. En dan zit het erop. Dus vanavond is het laatste diner. Maar ik zou er echt nu geen zin in hebben in een wine tasting. Nee, nu ik ook niet. Ik heb de kader nog. Maar het is jammer dat je dat gaan is. Ik ga de groep missen. Het was echt leuk. Het was echt emoties gekregen. Ja. Kom, ja, ik weet niet, ik vond het echt een leuke groep. Is dat er Indonesië of zo? Ja, misschien. We zijn aangekomen op de dinerlocatie. Aan het strand. Ja, het is aan het strand. Dat is aan het eetje vandaag. In de Sofiatel. Een dinertje. Ik ben benieuwd. Ik ook. One more time, group picture. And then photo. We're off to dinner. Cheers, boys. Cheers, boys. Cheers, boys. Cheers. Wow. Dus als je een meld aan onderhoofd kan. Ja, ik heb het al gezien. Salut. Ah, jij blijft met mij. Ah, jij blijft met mij. Dag Milan. Bye. Enjoy Bali. Thank you. Bye guys. Bye. Laatste bus. Ah, jij blijft met mij. Oh, nu zijn we nog alleen. Oh nee. Oké, we hebben afscheid genomen van iedereen en onze Indonesische trip met iedereen zit er eigenlijk op. Maar wij gaan nog wel met twee verder. Ja. Ik ben hier nog hoor. Maar moet niet zo droevig zijn, hè? Was droevig. Wauw. Oh. Ik was wel blij, want wij blijven nog 4 dagen. Ja. En al de rest is naar huis. Zonder de groep. Zonder de groep wel. Als je dit een leuke video vindt, geef dan zeker een like, een duim omhoog op ons video. En vergeet zeker niet te subscriben op ons kanaal. Subscribe. Te subscriben op ons kanaal. Bye! Bye bye!